Jongens en meisjes, jullie hebben een boekje gekregen. En als het goed is ook een pen, zodat je wat kunt invullen. De Bijbeltekst staat op de tweede bladzijde, hier zo. En er staan ook een aantal vragen bij, die kun je even invullen als je zit te luisteren. Want ze komen langs vanmorgen. Lydia, een vrouw in een sleutelpositie. Nou, wat kun je daarvan zeggen? Wat ontdek je daarvan vanmorgen? En nou, die andere dingen die daar ook staan. Dus luister goed en schrijf het mee en vul het in. En speciaal voor jullie is dit gemaakt. Lieve mensen, ik ken u niet allemaal persoonlijk en misschien bent u vanmorgen wel voor het eerst hier in de kerk. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ik vind het heel fijn dat mensen ons weten te vinden en dat ze naar de kerk toe komen. Het is natuurlijk geweldig dat we hier mogen zitten, op deze plek. Hier, en u bent naar binnen gekomen en misschien hebt u wel gezien hoe dit gebouw gebouwd werd. En zo sprak ik laatst iemand en die zei, ja, ik dacht, als ik ooit nog een keertje naar de kerk toe wil, dan moet ik het nu gaan doen. Als de kerk zo dichtbij gebouwd wordt, dan moet ik daar een keertje binnenstappen. Nou, fijn dat u hier zo bent. U zit hier in een gebouw met allerlei moderne faciliteiten. Allerlei dingen die u rond u heen ziet gebeuren. Maar u moet wel even bedenken, en dat is waar het vanmorgen over gaat. Het is voor ons wel even belangrijk om te weten dat de kerk niet vandaag begonnen is, maar al eeuwen oud is. Afgelopen week was ik weer in zo'n hele oude kerk. En dan bedenk je dat weer even en denk je, ja, wij wonen in een stad, 40 jaar, mogen we het jubileum vieren. Dat is natuurlijk maar een schijntje. Als je bedenkt dat al eeuwenlang mensen God hebben willen volgen, hebben willen dienen, trouw aan God wilden zijn, zijn woord hebben geopend. Dat wij hier vanmorgen zitten, lieve mensen, dat is te danken aan een gebeurtenis die 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De Bijbel vertelt ons het verhaal van de apostel Paulus, die naar de stem van God heeft geluisterd. En die een stap heeft gezet die niet zomaar vanuit zichzelf was opgekomen, maar hij luisterde naar de stem van God en hij zette die stap. En daardoor is het evangelie vanuit Azië Europa binnengekomen en uiteindelijk via het zuiden van Europa naar boven getrokken tot in Nederland, tot in Almere. Dat was een hele beweging. En daar gaan we een klein beetje over nadenken vanmorgen. Dat de kerk niet nieuw is begonnen, al zitten we in een nieuw gebouw. Maar dat de kerk verbonden is met een beweging van eeuwenlang. De Bijbel zegt in Handelingen 16 vers 6. En dan gaat het over Paulus en zijn team. Nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. Nou, als je die woorden even op je in laat werken, denk je, ja, is eigenlijk al heel bijzonder wat hier zo staat. Een bijzondere ervaring. Paulus is bezig met de verkondiging van het evangelie. Hij is bezig om de mensen uit te leggen wat er in de Bijbel staat. En dan gaat de deur dicht. Nou, dat is apart. De deur gaat dicht. Hij is met goede dingen bezig. Hij wil de woorden van God doorgeven. En dan toch een gesloten deur. Het is alsof er een kracht is die Paulus tegenhoudt. Hij wil die kant op, maar het lukt niet. Hij wordt verhinderd. Hij wordt tegengehouden. Nou, misschien herken je er wel wat van. Je wil zo graag wil je een bepaalde richting inslaan. Je wil zo graag een bepaalde kant op, maar het lukt maar niet. De deur gaat voor je dicht. En Paulus is met hele goede dingen bezig. En toch is er een kracht die hem tegenhoudt. Als wij daar zo over nadenken, en dan wil ik gelijk even ook de toepassing maken, is het voor ons wel belangrijk om te kijken, wat is die kracht die ons kan tegenhouden? Waar komt die tegenkracht vandaan? Als jij bijvoorbeeld solliciteert op een baan die je niet krijgt, of een huis wil gaan kopen en dat lukt dan niet, of iets anders, er komt ziekte in je leven binnen, of wat het ook is, er is een weerstand die jou tegenhoudt, dan is het wel even goed om na te denken, waar komt die tegenkracht vandaan? Ik merk bijvoorbeeld in mijn werk dat er een tegenkracht is. Ik heb er regelmatig mee te maken met die tegenkracht in mijn werk. Die probeert mij te verhinderen om de woorden van God met u te delen.
om de woorden van God door te geven aan mensen, om te spreken over de boodschap van vrede en van vergeving en van genade van God, om die te brengen aan de mensen. Ik ervaar regelmatig, elke week wel, die tegenkracht. Een tegenkracht die niet wil dat het evangelie de wereld ingaat. Een tegenkracht die het niet leuk vindt als je een visie hier zo uitlegt, waarin je meedeelt, waarin je vertelt en deelt met elkaar dat God nog duizenden mensen in deze stad tot geloof zal laten komen. Dat het koninkrijk van God in deze stad gebouwd zal worden omdat God beloofd heeft, ik heb veel volk in deze stad. Nou, ik heb het geweten dat ik die preek gehouden heb. Een tegenkracht. Nou, dat is niet leuk voor de tegenstander van God. En soms moet ik hevig strijden met de tegenstander van God die mij probeert te ontmoedigen en te verlammen. De Bijbel die noemt dat, en het is goed voor ons om dat te weten, de Bijbel die noemt dat de weerstand van de Satan, de demonen, de geestelijke machten die in de lucht zijn. En dat is geen symboolpraat, dat is niet een beetje vaag gedoe, maar dat is een realiteit waar ik in ieder geval elke week mee te maken heb. Dus het is wel even belangrijk om als we een tegenkracht ervaren, om te bedenken waar komt die tegenkracht vandaan. Want de tegenstander wil niet dat het koninkrijk van God gebouwd wordt. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want het kan ook zijn dat God een deur sluit. Soms merk ik dat God zegt, André... Nee. En soms geeft God een toelichting, waarom dan niet? Maar vaak ook helemaal niet. Dan is het gewoon nee. Dan moet ik het met zijn nee doen. En dan weet ik niet precies waarom. Maar dan zegt God nee. Zonder uitleg. Zonder toelichting. Want God is niet verplicht om zich aan mij te verantwoorden voor wat hij wel of niet wil doen. En soms zegt God, ik doe het nog niet. Het kan ook zijn dat het de tijd nog niet is en dat je een weerstand merkt die te maken heeft met het nog niet. God wil het wel doen, maar nog niet. Het is de tijd nog niet. Op dit moment nog niet. Soms zegt God, ik heb een ander plan wat op de lange termijn veel beter uitpakt. Ik doe het niet, of ik doe het nog niet. En soms zegt God ja, en dan mag je gaan. En daarom het is voor ons belangrijk om gewoon, als we een weerstand ervaren, om eens na te gaan, waar komt die weerstand vandaan? Hoe reageer jij als de deuren dichtgaan? Er zijn mensen die zien achter elke gesloten deur de duivel. Alles heeft de duivel gedaan. Die houden geen rekeningen mee dat God ook wel eens een keer nee kan zeggen. Maar alles wat niet naar hun zin gaat, dat is allemaal de duivel. Dat is de strijd. Geestelijke strijd roepen ze gelijk. Nou, denk er even over na. Of het inderdaad zo is dat de tegenstander nee zegt. Of misschien zegt God wel nee. Timo zit vanmorgen toch in het kinderprogramma, dus ik kan het voorbeeld wel gebruiken. Als Timo 12 jaar is en die zegt tegen mij, papa, ik wil een scooter hebben, want dan ga ik door Almere crossen. Dan zeg ik, jongen, nog niet. Want ik weet dat dat niet goed is voor hem. Hij zou verongelukken. En zo zegt God soms nee tegen iets van jou, omdat het nog niet goed voor je is. Misschien moet je nog een poosje wachten. Misschien moet je zelf veranderen. Misschien moet je omgeving veranderen. Maar het kan ook zijn dat God zegt, helemaal niet. Dan zit daar de liefde van God achter die niet wil dat het kwalijk met je gaat. Dat je ergens vastloopt. Nou, dat is best belangrijk. We hebben nog maar een paar woorden gelezen uit dit Bijbelgedeelte en we hebben gelijk al een les te pakken. Hoe ga je om met weerstand die er in je leven is? Met een deur die dicht gaat? En wat is het belangrijk om de stem van God te verstaan? En misschien zit je hier voor het eerst en heb je helemaal geen ervaring daarmee met de stem van God verstaan. Maar ik wil je het echt meegeven, dat het kan, dat je de stem van God kunt verstaan die tot je spreekt. God die jou de weg wil wijzen, daar hebben we het er net over gezongen.
Leert u mij de weg die ik mag gaan door het leven. Helpt u mij, wijst u mij waar ik naar rechts moet en waar ik naar links moet. De stem van God verstaan, voor mij is het steeds belangrijker geworden. Om iedere keer bij keuzes die je maakt, bij beslissingen die je neemt, te luisteren naar de stem van God. Niet een beetje vaag, maar heel concreet. God, wijs mij uw weg. Laat me zien wat u van plan bent. Ik wil in uw waarheid wandelen. Nou, we weten niet helemaal precies hoe Paulus die stem van God heeft verstaan. Hoe de Heilige Geest dat duidelijk heeft gemaakt aan Paulus dat hij niet naar Azië toe moet gaan. Het zou kunnen zijn door een profetisch woord. Misschien wel door een visioen wat hij gezien heeft. Dat zal hij zo meteen ook weer krijgen. Door een droom. Een innerlijke overtuiging misschien. Iets wat hij echt in zijn hoofd heel duidelijk voelt. Een stem. Bepaalde omstandigheden misschien die er gebeurden. Want God spreekt nog steeds tot mensen. God spreekt door de Bijbel. Het woord van God, prachtig als we de Bijbel hebben. God spreekt door zijn woord. Geweldig. Die Bijbel die al zoveel eeuwen oud is, die heeft altijd maar weer mensen de weg gewezen door het leven. Lees je Bijbel, bid elke dag. Want dan leer je de weg van God. God spreekt door zijn woord. Maar het kan ook anders zijn. Ik denk aan onze broeder Shaheen. Hè, in de gemeente, Iraanse broeder die op de vlucht was uit Iran en die via Turkije overstak. Eigenlijk de route die Paulus is gegaan zo'n beetje. En dan staat, ja, dat, nou, nu moet ik even geen uitstapjes gaan maken. Hè, want Paulus die zag een visioen en toen zag Shaheen ook een visioen. Maar zo ging het ongeveer wel. Want Shaheen die liep daar met zo'n hele groep mensen, met vluchtelingen. En hij heeft daar de Heer Jezus gezien. Ja, ga maar aan hem vragen. Die hem de weg wees. En die hem liet zien dat Jezus in zijn benarde situatie, hij was geen christen op dat moment, maar in zijn situatie dat Jezus leeft. Het is prachtig hoe God tot mensen spreekt, ook nu. Op allerlei manieren kan dat zijn. Een aantal weken geleden, en ik heb het met u gedeeld, zat ik te kijken naar een filmpje van Compassion. En God sprak door dat filmpje rechtstreeks tot mijn hart en liet me zien wat de bewegingen voor de komende tijd in deze stad zijn. Soms gebeuren dingen waarvan je zegt, dat kan gewoon niet toevallig zijn. Het is niet toevallig dat ik die of die persoon ontmoet. God spreekt. Maar let erop dat God zichzelf nooit tegenspreekt. Toets het altijd wat God zegt aan het woord van God. Want als God dingen in zijn woord heeft gezegd, in de Bijbel heeft gezegd, dan zal hij nooit iets in jouw oor fluisteren wat daarmee in tegenspraak is. Dus wees er ook wel weer alert op. Is dit wat God van mij vraagt, ja of nee? Is dit wat God tegen mij zegt, ja of nee? Er was dus iemand die kwam naar mij toe en die zei, God heeft me duidelijk gemaakt dat ik mijn vrouw moet inruilen voor een ander. Nou, dat mag je hier wel eens even na gaan kijken of dat wel van God is. Want zo werkt het niet. God zegt geen dingen tegen jou die rechtstreeks ingaan tegen zijn eigen instellingen. En daarom is het zo belangrijk om te kijken, is het van God en wat zegt God en is het in overeenstemming met wat de Bijbel erover zegt? Nou, Paulus. Paulus die ziet een visioen van een man uit Macedonië die naar Paulus roept. En je kunt het lezen in vers 9. Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Heel indrukwekkend. Ik probeer me dat dan voor te stellen. Paulus die dan in één keer een beeld ziet, een visioen ziet. Een man die staat te roepen, met zijn handen omhoog denk ik. Kom hierheen, help, help. Een soort noodoproep van een Macedonische man. Een man uit Macedonië. En Paulus krijgt een duidelijke aanwijzing van de Heere God dat hij dus naar Europa toe moet gaan. En Paulus luistert, staat er in vers 10. De Bijbel zegt, toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Moet je even opletten hoe het hier zo staat, dat is eigenlijk wel heel mooi.
En je zou er zo overheen kunnen lezen. Maar let er even op. Paulus ziet een visioen. Zo staat het er ook. Toen hij nu dit visioen gezien had, dan staat er, probeerden wij, dat is ineens meervoud, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Dus wat gebeurt er? Paulus heeft een visioen gehad, dat brengt hij in zijn team, dat bespreken ze met elkaar. En ze bidden ervoor en ze erkennen dat wat God op Paulus heeft gezegd, dat de boodschap is voor het hele team. En ze gaan samen op weg. Ze hebben niet allemaal dat visioen gekregen. Ze hebben niet allemaal die tekst gekregen. Ze hebben niet allemaal die aanwijzing gekregen. Maar ze gaan wel samen op weg. Ze sluiten aan. Ze erkennen dat God tot Paulus heeft gesproken. En ze gaan samen op weg in de richting die God hen wijst. Lieve mensen, God hoeft niet aan alle leden van de gemeente een tekst te geven. God hoeft niet de hele gemeente een visioen te geven. God hoeft niet aan iedereen allemaal dezelfde woorden te spreken. Maar het is zo belangrijk dat we ze met elkaar delen. En dat we samen met elkaar luisteren naar de stem van God. En verstaan wat hij tegen de gemeente zegt. En tegen jouw leven zegt. Daarom is het ook heel erg belangrijk, als je voor belangrijke keuzes staat in je leven, om die niet op eigen houtje te maken. Als je een belangrijke keuze moet maken in je leven, bespreek het dan met minstens 2 christenen die stabiel in het leven en in hun geloof staan. En die met God wandelen. Bespreek het gewoon eens. Zeg, joh, ik ben van plan om die keuze te maken. Hoe kijk je daar tegenaan? Mensen die je gewoon ook durven te spiegelen. Die durven te zeggen, is het wel zo verstandig om dat te doen? Dat is goed. Zo toets je wat God tegen jou zegt, of dat ook breder gedragen wordt. Nou, Paulus die heeft dat gedaan in zijn team en ze trekken samen op. Ze erkennen dat God tot Paulus heeft gesproken en ze gaan samen de richting die God hen wijst. Paulus gaat in Troas aan boord van een schip dat in 1 keer doorvaart naar Samothrake. De volgende staat gewoon een reisverslag, hè, jongens en meisjes. Je kunt het gewoon zo lezen. Je kunt de route zo op de kaart volgen. Precies hoe ze gegaan zijn. De volgende dag varen ze naar Neapolis. En dan gaat het team van boord. Ze reizen te voet verder naar Filippi in Macedonië. En dan komen ze eraan en dan moet je weten dat Paulus een soort strategie had. Hij had de gewoonte om de boodschap van het evangelie te brengen in een nieuwe omgeving. Hij had er een strategie voor. Wat deed hij dan? Hij wachtte op de Sabbat en dan ging hij als eerste naar de Joodse bevolking die daar was. De Joodse bevolking die verspreid waren over een groot gebied, die overal woonden. En Paulus die zocht als eerste contact en verbinding met die Joodse mensen. En dan kwam hij in Filippi. En daar deed hij precies hetzelfde. Hij zocht verbinding met die Joodse bevolking in Filippi. Maar je moet weten, Filippi is een hartstikke heidenstad. Dat is echt een heidense stad met Griekse bevolking, maar ook Griekse goden. Zonder Joodse synagogen. Maar er waren wel een paar Joden in Filippi. Maar dat waren er niet genoeg om een synagoge te starten. Ik zal u niet vermoeien met de hele regelgeving daar rondomheen. Maar er waren regels binnen de Joodse traditie. Meer dan 10 Joodse mensen moesten dan in staat zijn om een synagoge te onderhouden. En kon er een synagoge gestart worden. Blijkbaar was er dus een hele kleine groep in Filippi. Niet eens is groot genoeg om een synagoge te kunnen starten. En Paulus, nou ja, die kijkt zo de stad rond en die ziet geen synagogen. En die denkt niet, nou ja, weet je, deze stad is aan de heidenen overgeleverd. Ik vertrek maar weer verder. Ik schud het stof van mijn voeten en ik trek weer door. In die heidense stad gaat Paulus het evangelie brengen. In de meest duistere omgeving van afgoderij van de Griekse goden en de mythologie, daar gaat Paulus het evangelie brengen. Hij zal er niet van zwijgen, al is er geen synagoge, al zijn er nog niet eens 10 Joodse mannen in die hele stad. Hij gaat het evangelie brengen. Paulus loopt niet door, Paulus loopt niet verder, Paulus gaat niet weg. Als er geen synagogen is om daar zo te spreken tot de Joodse mensen, dan zal Paulus het evangelie gaan brengen op elke plek die maar beschikbaar is. Op de straat, bij de rivier, onder een boom, in een school, waar dan ook. Herkent u het een beetje?
Het evangelie van de Heer Jezus, de boodschap van het geloof, hangt niet af van een gebouw. We zijn natuurlijk enorm dankbaar dat we deze ruimte mogen hebben. Maar dat is niet de garantie, dat is niet het eigene van het evangelie van Jezus Christus. Ik heb wel vaker ook tegen de mensen hier zo gezegd van, weet je, als we een probleem hebben, dan gaan we met z'n allen naar buiten. Dan ga ik op de rand van de zandbak staan en dan ga ik nog hetzelfde evangelie brengen als wat ik voorbereid heb in bepreken om het in deze ruimte te houden. Staan we alleen een beetje buiten. Wordt wat kouder. Nou ja, het is fijn dat we hier mogen zitten. Maar dit gebouw is niet de garantie van het koninkrijk van God of zo. Ik wil het ook een beetje relativeren. Het is zo geweldig wat we hier mogen hebben. Maar ik relativeer het ook een beetje, want Paulus, die had helemaal geen synagoge. En daar in Filippi bracht hij wel het evangelie. Dat hebben we jarenlang ook gedaan. We zijn van school naar school gegaan. En als er geen school was, dan gingen we naar een buurthuis in Stad Oost. Hebben we een buurthuis waar we gewoon het evangelie mogen brengen. In Almere Haven, nou daar zitten we nu in een kerk. In Almere Poort zitten we in het poorthuis. Waar ook, dat maakt niet uit. Sommige mensen zeggen, ja maar dat is allemaal veel mooier in Almere buiten. Ja maar het gaat niet om mooi. Het gaat om het evangelie. Het gaat om wat hier gebeurt. Nou prachtig. Het evangelie laat zich niet weerhouden door een gebouw. Of dat is niet beperkt door een gebouw. Dat is niet gebonden aan een uiterlijke faciliteit. Paulus hoort dat er een aantal vrouwen, Joodse vrouwen, bijeenkomen bij de rivier. Lucas schrijft daarover in vers 13. Op de Sabbat gingen wij de poort uit naar de rivier, omdat wij verwachten daar mensen te ontmoeten die samenkwamen om te bidden. Er bleek een groepje vrouwen te zijn. Ja, en als je dit gedeelte zo leest, je moet het nog maar eens doorlezen, maar het lijkt wel alsof alles tegen de regels ingaat. Het is een hele aparte geschiedenis en ik heb nog een paar vragen erbij waar ik nog steeds niet uit ben. Het lijkt wel alsof alles tegen de regels ingaat. Paulus wil naar Azië en hij moet naar Europa. Paulus komt in Filippi en er is niet eens een synagoge, maar dat was wel zijn evangelisatiestrategie. En moet u opletten, Paulus ziet in zijn visioen een Macedonische man en dan komt hij in Filippi en dan treft hij daar een Aziatische vrouw, want Lydia was een Aziatische vrouw. Het lijkt wel alsof alles anders gaat. En niet die Joodse vrouwen komen tot geloof bij de rivier, maar uitgerekend Lydia, een vrouw uit Thyatira. En Thyatira, dat lag in dat gebied waar die door de geest niet naartoe mocht. In Klein-Azië. Volgt u het allemaal nog een beetje? Paulus mag niet naar Klein-Azië, naar Thyatira toe. Hij moet dan helemaal naar Filippi en dan komt hij bij een vrouw die uit dat gebied, uit die stad komt waar hij naartoe wilde. Alles tegen de regels in. Alles heel anders als dat je eigenlijk normaal zou nadenken. Heel bijzonder. Het loopt beslist niet volgens het boekje. Ons boekje. Paulus' boekje. Het kerkelijke boekje misschien. Maar Gods boekjes zijn wel eens anders dan onze boekjes. Er staat in de Bijbel in vers 14, een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Moet je voorstellen, Lydia was voor zaken in Filippi. Lydia, jongens en meisjes, Lydia, die verkocht een prachtige kleurstof. Een purper kleurstof. En weten jullie hoe de purper kleurstof gemaakt werd? Waar zit Jorianne? Ik stel de vraag. Wat afgesproken, ik moest een vraag voor de kinderen stellen vanmorgen. Dus die stel ik dan ook vanmorgen en dan zou ik een knipoog van je krijgen. Dus dat, dank je wel. Weten jullie waar de purper stof vandaan kwam, hoe dat gemaakt werd? Of waar dat vandaan gehaald werd? Kleurstof, weet je, hele donkerrode paarse stof was het. Uit slakken. Uit slakken. Maar dat was heel moeilijk om die daaruit te halen, die kleurstof. Dat was een heel ingewikkelde procedure. En dan werden die kleurstoffen, die werden eruit gehaald. En dat waren kleine hoeveelheden. En die waren daardoor ook heel kostbaar. En die werden gebruikt voor de hogere Romeinen,
in de koninklijke stoffen. Dus dat was heel duur spul. Nou, Lydia, dat was een zakenvrouw die handelde in die kleurstof. Ze haalde uit Thyatira bij een gilde. He, dat was een groep mensen die dat vak verstond. Een gilde. Een soort bedrijfsvereniging. Daar haalde zij dat spul vandaan. En dat nam ze mee naar Filippi en dat verhandelde ze daar. Nou, dat was Lydia. Lydia dient God, staat er in de Bijbel. Ze weet met haar verstand dat er een God is. Dat is bij jou misschien ook wel zo. Je weet wel dat er een God is. Ik denk eerlijk gezegd, lieve mensen, dat de tijd een beetje voorbij is dat mensen zeggen God is dood. Die tijd hebben we wel een beetje gehad. De meeste mensen, als je ze spreekt, ja, er is wel wat, ik weet alleen niet wat. Er is wel een God, maar ik weet gewoon niet welke God. Is het niet allemaal hetzelfde of je nu moslim bent of bij de hindoeïst of boeddhist of christen? Is het niet allemaal gewoon zo? De onbekendheid over God. Maar de meeste mensen hebben toch wel in de gaten dat er een God moet zijn. Er is toch wel iets. En Lydia ook. Lydia weet dat er een God is. Ze zit bij een groepje Joodse vrouwen en ze luistert. Ze hoort het, wat er gezegd wordt. De Bijbel gebruikt daar in het Grieks een woordje dat betekent, jongens en meisjes, dat ze heel ingespannen zit te luisteren. Zoals als je een verhaal vertelt aan kinderen, zitten ze soms zo te luisteren met de open mond. Nou, dat is een beetje wat hier aan de hand is. Die Lydia die zit heel aandachtig te luisteren naar wat er gezegd wordt. Ze zit geen vliegtuigjes te vouwen. Ze zit haar huiswerk niet te maken. Ze zit niet met een mobieltje te spelen. Ze zit gewoon heel aandachtig te luisteren. Je voelde hem wel, hè, jongens en meisjes. Dat was even gewoon een hint, hè. Kan je even meenemen. De ouderen hadden hem al gelijk door. Hè, maar ik zal jullie nog even tegemoetkomen. Dan snap je hem heel concreet. Lydia zat echt te luisteren. Ze wilde gewoon graag horen wat er gezegd werd. Ze was op zoek naar God en ze wilde het graag weten. Ze hoort niet alleen het woord, maar ze denkt er ook over na. Waar gaat het over? Wat heb ik eraan? Nou, misschien zit je hier zo ook wel. In die houding, met dat luisterende oor. Met die aandacht, ik wil het graag weten wie God is. Ik wil graag weten wat er in de Bijbel staat. Dan zit je hier op de goede plek. Geweldig dat je hier zo bent. Hier openen we de Bijbel. En hier delen we de woorden van God met elkaar. Maar het is wel belangrijk dat je luistert. Het is fantastisch dat je hier bent gaan zitten. Maar met welke luisterhouding zit je hier vanmorgen? Doe jij er moeite voor? Wil je het echt weten waar het over gaat? God, ik wil u echt leren kennen. Nou, dat is Lydia. En dan staat er in de Bijbel, de Heere opent haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Nou, dat zijn zulke mooie woorden die hier staan. Want die paar woorden vertellen eigenlijk op een hele mooie manier hoe God mensen aanraakt. Probeer even met me mee te gaan in je gedachten. Je zit gewoon te luisteren, hier vanmorgen, naar de woorden van God. En ergens gebeurt er in jou iets waardoor je open gaat staan. Je hart wordt geopend. Ineens denk je, hé, hier gaat het over iets wat me raakt. Hier wordt een vraag besproken waar ik net mee bezig was. Hé, je voelt, het doet iets met je. Je zit niet langer neutraal hier zo, maar je wordt als het ware in beweging gezet. Je hoort het niet alleen, maar het doet iets met je. Dat is wat hier zo gebeurt. Ze zit te luisteren naar de woorden van God en God opent haar hart. Haar hart gaat open, haar binnenste gaat open, haar emotionele laag. Alles wordt geraakt. Ze gaat open voor de boodschap van Gods vergeving, Gods redding,
de woorden die Paulus spreekt, we weten niet precies wat hij daar gezegd heeft, dat staat niet in de Bijbel, maar Paulus heeft daar gesproken over Jezus Christus. Ja, en dan zit ze te luisteren en dat doet iets met haar. Kijk, lieve mensen, wij denken vaak dat wij moeten zoeken, dat wij een keus moeten maken voor de Heer Jezus, dat geloven afhankelijk is van de stappen die wij zetten en de keuzes die wij maken. En dan denken we dat we de hemel moeten bestormen en dat we onze knieën plat moeten bidden. Maar het mooie is dat God je hart aanraakt, gewoon als je hier zo zit. Dat je hier in de werkplaats van de Heilige Geest. En soms dan vliegen de spaanders in de rondte, maar soms is het ook gewoon heel rustig. Het hoeft altijd niet met groot veel bombarie te zijn. Gods geest werkt gewoon zondag aan zondag door als het evangelie wordt gebracht. Je zit in de werkplaats van de Heilige Geest. Zo werkt God. God opent de harten van mensen. Hij wil jouw hart ook openen. Als je hier gewoon gaat zitten en je gaat gewoon luisteren met aandacht. Met een luisterhouding, ik wil het graag weten. God opent harten van mensen. Laat je maar gewoon innemen. Door de kracht van het woord en de liefde van Gods geest. En het wonderlijke is dat God ons hart opent door de Bijbel. Door het eenvoudige woord van God. En dat is ook niet zomaar een praatje, maar ik sta er zo versteld van. Elk jaar mag ik Bijbelcursus geven. En als ik Bijbelcursus geef, dan eigenlijk heb ik steeds meer. Er zitten ook een paar cursisten hier zo, dus dan weten ze ook een beetje wat mij bezighoudt. Wat ik steeds meer doe, is gewoon zo voor de groep gaan staan. En gewoon hele gedeeltes met de mensen doorspreken en dan wat toelichting erop geven. In het begin deed ik dat anders. Dan had ik allerlei dingen voorbereid, argumenten voorbereid en allerlei onderbouwingen voorbereid. En dan zat ik dat allemaal, was een heel verhaal. Maar nu ben ik meer gewoon gedeeltes uit de Bijbel met ze aan het doornemen en aan het lezen. En wat ik zie is de kracht van het woord. Want ze komen niet, mensen luisteren niet naar je van, nou André heeft zo'n mooi praatje. Of hij heeft zo'n mooi verhaal. Ook heb u vorige week gezegd dat een preek geen praatje is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om wat een mens zegt. Maar het gaat erom dat je ontdekt wat er in de Bijbel staat. En ik geloof dat God door het woord heen tot jouw hart spreekt. En je hart gaat open en er gebeurt iets met je. De kracht van het woord van de Bijbel. En hoe meer wij met de Bijbel weten, hoe dichter we ook bij de bron blijven, hoe beter het is. Want dat is wat God met je hart doet. Hij opent je hart voor het woord van God. De Bijbel zegt in Romeinen 10, vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Wat geweldig dat we met zoveel mensen hier vanmorgen mogen zijn, onder het woord van God. Het is geweldig dat je hier zo bent. Hier is de werkplaats van de Heilige Geest, hier worden harten van mensen geopend. Bid u daarom. Misschien is jouw hart al zo vaak geopend door God. Maar bid je daar ook om, bid u met me mee, dat God harten van mensen opent. In de kerk kom je niet voor een indrukwekkende speech. In de kerk kom je niet voor een mooi concert. In de kerk kom je niet voor indrukwekkend theater. Hoewel we alle middelen mogen inzetten om God te eren. Dat gebeurde in de tempel ook. Maar het gaat om de prediking van de verzoening. Het gaat om de prediking van het evangelie. Het gaat om het woord van God. Wat je nodig hebt. Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot de zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. We komen hier niet om kerkje te spelen of elkaar te vermaken of om je tijd een beetje uit te zitten. Maar de kracht van het evangelie gaat door het woord ons hart en ons leven binnen. En als we naar buiten gaan strakjes, dan kunnen we een heleboel dingen zeggen over de dienst. Maar ik hoop vooral dat u het woord meeneemt. De kracht van het evangelie. In de 22 jaar dat ik nu hier mag werken in Almere, heb ik de ongelofelijke impact van het woord van God gezien. Ik heb heel veel mensen innerlijk zien veranderen door het woord van God. Van totaal ongelovig tot nu mensen die weer anderen tot zegen mogen zijn. En dat gebeurt ook bij Lydia.
Dat is nou precies wat er bij Lydia gebeurt. Er gebeurt iets van binnenin haar, dat kun je ook niet ontleden of zo hoor, wat er dan allemaal precies gebeurt. Sommige mensen proberen dat dan. Maar het blijkt wel uit de vruchten. Het blijkt wel aan de buitenkant dat het echt is bij Lydia. Er gebeurt iets van binnen wat naar buiten toe komt. Bijna in een tussenzinnetje, let even op, bijna in een tussenzinnetje zegt de Bijbel toen ze gedoopt was in haar huis, vers 15. Maar dat is niet zomaar een tussenzinnetje, dat is een grote stap in haar leven. Deze heidense vrouw legt haar oude leven af en ze begint een nieuw leven met Jezus Christus. Ze wordt gedoopt met haar huisgenoten. Staat erbij. God werkt dus niet alleen maar in Lydia, maar ook in haar directe omgeving. Lydia vormt de sleutel naar haar omgeving. En u moet weten, u mag het zelf nog eens even onderzoeken thuis, maar niets wijst in deze geschiedenis erop dat Lydia getrouwd is op dit moment. Sterker nog, de kans is groot dat Lydia niet getrouwd is op dit moment. In vers 40, daar staat over Lydia en het huis van Lydia. En dat wil zeggen dat ze de bezitster was van een huis, van een behoorlijk gebouw. Dat was misschien haar woonhuis, we weten het niet. Haar werkplaats misschien, haar kantoor of haar bedrijf. Misschien was Lydia een weduwe. Misschien had ze haar kinderen meegenomen uit Thyatira. Had ze gezegd, jongens, ik heb weer een zakenreis, gaan jullie met me mee? We weten het niet precies. Ze heeft in ieder geval mensen rond zich heen en haar huis staat er. Ze heeft mensen in dienst. Wie die huisgenoten ook zijn, ze komen tot geloof en ze worden samen met Lydia gedoopt. Wat een opwekking in het huis en in het bedrijf van Lydia. En dat krijgt gevolgen, indrukwekkende gevolgen. Lydia komt in actie. De Bijbel zegt, vers 15, toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Wat hier zo gebeurt, is zo mooi, lieve mensen. Lydia stelt niet alleen maar haar hart open voor de Heere, maar ook haar huis wordt geopend voor de Heere. En haar bedrijf wordt geopend voor de Heere. Voor de verspreiding van het evangelie, van het koninkrijk van God. Alles gaat open. De ene naar de andere deur. Het waren allemaal gesloten deuren die Paulus tegenkwam. En dan komt hij in Filippi en dan gaat allemaal deuren open. Mooi. En hier via Lydia. Allemaal deuren die open gaan. Lydia geeft het zendingsteam van Paulus onderdak in haar huis. En dan moet je even opletten, nou, daar zou je ook weer gewoon even aan voorbij kunnen gaan. Hè? Zo van, nou dat is wel leuk natuurlijk. Ja, ze is die mensen dankbaar, dus ze geeft ze een logeerbed en dan is het verder in orde. Brood en bed, zoiets. Maar dit is veel meer. Want je moet even bedenken, en dat staat ook in dit hoofdstuk, Paulus en Silas, die worden kort daarna, dus zijn twee mensen uit dat zendingsteam, worden kort daarna in de gevangenis gegooid in Filippi. Ze worden geketend. Nou, dat is nogal wat. Lydia, die neemt hier als ondernemer een enorm groot bedrijfsrisico door zich te associëren met Jezus en met het zendingsteam van Paulus. Daar kon ze heel erg op aangekeken worden. Verlies van handel, met de nek aangekeken worden. Zelfs het risico van gevangenisstraf voor jezelf. Maar Lydia is bereid de prijs te betalen om bij te dragen aan de verspreiding van het evangelie. Bijzonder. Zo'n vrouw. Haar hart wordt geopend, maar daar blijft het niet bij. Haar hele leven staat open. Ze stelt haar huis open. En ze stelt haar bedrijf open. Ze stelt alles open. En door dat te doen, heeft Lydia de eerste christelijke gemeente, de eerste christelijke kerk in Europa gehuisvest. En mijn vraag zou aan jou zijn, en daar gaan we ook mee afsluiten. Als jouw hart geopend is voor het evangelie, als jouw hart geopend is voor de boodschap van de Heer Jezus, als je merkt dat God jouw leven is binnengekomen,
Welke deuren in jouw leven staan er dan open voor de verkondiging van het evangelie naar de mensen om je heen? Denk er eens over na wat jouw huis of jouw bedrijf voor sleutel zou kunnen zijn in de verspreiding van het evangelie. Wat even een technisch probleempje vanmorgen. Anders had ik u graag een videootje willen laten zien van een ondernemer die in een crisis terechtkwam in zijn bedrijf. Hij was alleen maar met de zaken bezig en hij liep vast en ik had het u graag willen laten zien, maar ik zal het in het kort vertellen. Hij liep vast in zijn bedrijf en hij besloot om het anders te gaan doen. Zijn huwelijk was stuk gelopen, er was van alles misgegaan. En hij zei, God, u kwam altijd op de zoveelste plek. Maar mijn bedrijf was het eerste. En het ondernemen was voor mij het eerste. En hij heeft ervoor gekozen om God op de eerste plek te zetten. En hij is heel eenvoudig begonnen met een timmerbedrijfje. En hij ging wat werk doen voor mensen, hij ging wat huizen bouwen en uiteindelijk ging dat zo door. En iedere keer weer, als hij inkomsten kreeg op elk huis dat hij bouwde, elke klus die hij deed, legde hij het voor God neer en zei hij, God, alles is voor u. Alles is voor u. Niets voor mezelf, alles is voor u. Ik wil u dienen, mijn huis staat open, mijn bedrijf staat open, alles staat voor u open. Uiteindelijk, dat kun je dan zien, heeft hij grote projecten mogen doen met werkelijk honderden huizen, die ze met hele wijken tegelijk mogen bouwen, die ze dan verkopen, en allemaal binnen een duurzaam concept, om de schepper daarin de ruimte te geven. Bij de overdracht van elk huis krijgen mensen een Bijbel mee met op de voorkant staat hun naam met goudletters, hè, dus familie zoveel, familie die, staat op de voorkant van de Bijbel mooi gegraveerd en dat wordt hen overhandigd. Want de gedachte daarachter is, we geven je niet alleen een huis, maar we willen je graag God geven. En dat heeft tot een geweldige beweging gezorgd in die omgeving waar vele mensen, en er komen getuigenissen aan de orde, mensen die de zegen ervaren van het huis waarin ze wonen, en de Bijbel die ze mogen lezen en daardoor tot God zijn gekomen. Hij is een voorganger als directeur van zijn onderneming. En daar kunnen we best wel eens over nadenken. Omdat we die zaken vaak zo gescheiden houden. Maar bij Lydia was het zo, ze kwam tot geloof. Haar hart werd geopend. En ze opende haar huis en ze opende haar leven, ze opende haar bedrijf. Alles was voor God. En ze heeft velen tot zegen mogen zijn, want het feit dat wij hier vanmorgen in de kerk zitten, is te danken aan een Lydia die haar huis geopend heeft voor het evangelie. Daardoor is de eerste christelijke kerk in Europa gestart en van daaruit verder tot ons. En misschien wil God wel zo'n beweging bij jou starten. Misschien wil God wel vanuit jouw huis de rest van de wijk bereiken. Misschien wil God wel vanuit jouw kindcentrum alle kinderen in de omgeving bereiken. Misschien wil God wel via jouw restaurant alle klanten bereiken. Misschien wil God wel via jouw product alle mensen in je omgeving bereiken. Als je je huis openstelt voor God. En als je zegt, God, alles is voor u. Zegt u het maar. Wil ons laten leiden. Dezezelfde ondernemer, die heeft al zijn werknemers bij elkaar geroepen en die heeft dat gezegd, heeft het gedeeld. Hij heeft tegen zijn werknemers gezegd, mensen, we gaan vanaf nu werken voor God. Hallo? Gaan we werken voor God? Bouwvakkers, hè? Hallo, gaan we werken voor God? Ja. En ik wil graag elke maand dat er op elke bouwplek een korte Bijbelstudie van een uur plaatsvindt. Niet te geloven toch, in Nederlandse begrippen, maar het gebeurt. En de enorme zegen die daardoor vrijkomt, velen die daardoor tot geloof komen. En ik zeg niet dat u het zo moet doen, maar het is wel een bijzondere zegen die God geeft. Luister naar de stem van God. Misschien zegt God, dat moet je zo helemaal niet doen, je moet het op een andere manier doen. Maar luister naar de stem van God en kijk eens wat voor enorme bewegingen God misschien door jou kan bewerken. Tot eer en glorie van onze God. Amen. Wij gaan samen zingen, Open mijn ogen. En ik wil u vragen om daarbij te gaan.